Die ga je eeuwig spijt van hebben, William. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar Sleepaway Camp uit 1983. William, waar gaat Sleepaway Camp over? Goed, het begint zo. Je hebt een aantal jongelingen op een speedbootje, eentje erachter zo, op waterskies, hoppakee zo. Die loopt een beetje te dol in die boot. Zegt een meisje tegen die jongen van, ah, laat mij nou even sturen. Ja, dan weet je het al, hè. Maar wat blijkt, er is op dat meer of riviertje, weet ik veel. Meer. Of riviertje, weet ik veel. Meer. Of riviertje, weet ik veel. Het is meer. Het is meer. In ieder geval, daar zijn ook een vader met zijn twee kinderen een beetje op een zeilbootje aan het dollen. De zeilbootje is inmiddels al omgekieperd, dus ze liggen in het water te dobberen. Maar, wat denk je, hè? Vrouw aan het roer. Bloed aan de moer. Zij heeft dat niet door, dat die mensen daar liggen met een bootje en ze vaart, hoppakee, eroverheen. En dan is het... Acht jaar later, een neefje en een nichtje. Die worden op kamp gestuurd door de moeder van het neefje. Een hele rare tante. Any chips? Why, of course. I believe there's a whole bag. Well, I'm almost sure of it. Echt een rare tante. Ja, ze komen dus bij een van de kamp. Dat neefje is er al vaker geweest. Dat nichtje komt voor het eerst mee. Dan ja, gaat het zoals het op zomerkampen gaat, denk ik. Sport en spel. Kinderdisco. Kalverliefde hier en daar. En dat is zomerkamp. Ja. De hoofdrolspeelster is Angela. Die heeft een soort van trauma opgelopen. Zij is een heel stil, introvert meisje. Daar wordt ze dus een beetje mee gepest. Yo Angela, how come you're so fucked up? Dan heb je een enorme bitch, Judy heet ze. En dat is dan de enige met tieten. Where do you get a load of Judy? Man, oh man! Hoe heb je Judy zien? Die heeft echt zo'n centenbakkes. Ja, Judy. Judy, en dan en heb je haat haar meteen. Oh, fuck off! En precies. Dat is goed. En dan heb je Ricky, die speelt dat neefje dus. En die komt altijd op voor Angela. Dan gebeuren er nog een aantal moordpartijen. Dus ja, dit is een beetje een whodunit. Dat is plot. Het is een slasherfilm. Nu de beoordeling. William, wat vond je ervan? Nou, JP. Ben ik aan de beurt met praten, dan is het nu mijn beurt om te praten. Hey, weren't you about to say something just before he bit your head off? I don't know. I was just thinking. I remember that boy being a pretty damn good swimmer. Ja, je weet al, als je in de groep 8 heet dat tegenwoordig. Ja. Als je daarin zit, dan heb je op het einde van het schooljaar heb je een toneelstuk waar je met z'n allen aan werkt. En dan ga je dan voor je ouders doen. Zoiets had ik er een beetje bij. That could be a logical explanation. En het wordt al een beetje verdoezeld met de soundtrack. Ja, die soundtrack die hoor je al aan het begin. Oh, dat is zo dramatisch. Toch eens, rustig, rustig. Ik vind het zeker een geslaagde soundtrack, maar hij past niet bij deze film. Nee. Er zit geen creativiteit in het camerawerk. Hier staat de camera, er komen drie mensen hebben een gesprekje. Er zit geen wisseling in. Ja, misschien een 1-2'tje, that's it. 1-2'tje tussen twee mensen en dan... Hi, Mel. Seems we haven't had much of a chance to talk. How's your summer been so far? Zou jij dan op de achtergrond alsjeblieft met die gewichten hebben? Ja, dat was fantastisch. Deze film valt onder het genre camp slasher met de nadruk op camp. Campy. Nogal. Maar het mag de pret niet drukken. Je hebt nergens zoiets van, ik zet hem af, want dit is te slecht. Ik heb films gezien waarbij ik dacht, oké, hier kom ik echt niet doorheen. Er gebeuren zulke rare dingen in. Het begint al met een soort pedofiel. Oh, dat je denkt, wat zegt hij nou allemaal? Hey, look at all that young, fresh chicken. Where I come from, we call them baldies. Vrij vertaald, zegt hij. Kan beter piepen dan kraken. In het begin lijkt het nog te gaan om ongelukken. En daarom gaat het kamp ook door. Ja. Want ja, als er iemand vermoord zou worden op een kamp, dan zouden ze meteen zeggen, sluiten. De baas van het zomerkamp, die probeert dus allemaal ervoor te zorgen. Die probeert alles een beetje, zeg maar, weg te moffelen. Normaal zou een kamp sluiten.
En de kinderen hebben lol. Nou, op een gegeven moment hebben ze toch wel zoiets van... er gebeuren nu te veel rare dingen hier. Te veel moorden. Er gaan te veel mensen dood. En dan halen ze een politieagent bij. En die heeft me toch een nepsnor. Die snor was gaaf. JP, serieus. Als ik een snor zou willen hebben... dan zou ik die zijn. Is de film entertaining, William? Ik vond hem heel leuk. En weet je hoe dat komt? Kan ik jou uitleggen. Het is niet zo dat de cinematografie van deze film echt supergoed is. Helemaal. Absoluut niet. Maar, dan komt er een scène. En dan denk je... Wat de fuck heeft die gast aan? Wat draagt hij nou? De mode in deze film is zo apart dat je denkt... 83, was dit een dingetje? Ik heb nog nooit zulke kleding gehad, gek. Ik ook niet. Ik heb ook nooit iemand gezien die dit aan heeft. En ik weet ook niet waarom. Maar het intrigeert me mateloos. This guy blows dead dogs. Oké, okay, we gaan dus nog op zoek naar een film met dezelfde mode stijl. Dat kan gewoon niet. Eerder stoppen we niet. Nee. Okay. Er moet gewoon nog ergens een film zijn die dit als modestijl heeft. Echt waar? Dat is wat jongens droegen? Er werd ineens honkbal gespeeld. Softbal eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want de bal wordt onderhands gegooid. En dan is softbal. Gooien ze bovenhands, dan is het honkbal. Die scène die duurt zo fucking lang. En dan denk je, oké, I get it. Ze spelen softbal en het is on. En dan denk ik, oké, volgende scène. Oh, softbal. De volgende inning. Dan gaan we weer. Knip. Ah, nou komt iets. Oh, de volgende inning. En het leidt nergens naartoe. Het enige waar je dan denkt is... Wat heeft hij aan in godsnaam? En zo ga je door die hele film heen. Want dan denk je... Wat voor bizars krijg ik in de volgende scène te zien? En hoe is het acteerwerk nu weer? Want dat, zelfs dat is gewoon entertaining. Het genot van deze film zit er voornamelijk in... Wat ben je aan het kijken? Dit is entertaining slecht. Precies. En dan heb je dus die scène gehad, die scène. En dan komt er een soort van moordscène. En dan gaan ze weer door. En zo blijft toch de spanning erin. Want je denkt wel, wie gaat er nu weer dood? En hoe? Want dat is ook... Ik vind het heel knap voor een film die zo incompetent is als deze. Dat je nog steeds blijft gissen, wie is de moordenaar? Terwijl het fucking duidelijk is. Knap. Heel knap. Ik vond het leuk. Ik ook. En we gaan gewoon niet al te veel verklappen. Nee, verklappen. Deze film is heel notoir voor het einde. En daarom is hij de moeite waard om te kijken. Want daarvoor is hij al gewoon vermakelijk genoeg. Huh? Wat? Wat? En dan is de film afgelopen. Dus. Geweldig. Ja, ik kan niet anders zeggen. Als je Halloween viert met vrienden en je denkt... Dan gaan we even wat eten en dan kijken we een horrorfilmpje. Zet gewoon Sleepaway Camp op, man. Wat lachen. Meens. Nou, dat is hem. JP, ik vond het leuk. Doe we nog eens. Slasherfilms sowieso lachen altijd, man. Daarom, die komen nog meerdere voorbij. Deze moesten we doen. Hij heeft hem gekozen en daar was ik het mee eens. We gaan er vandoor. Tot de volgende keer.